De economische controledienst ECD van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie EZ heeft op 14 en 15 augustus 2023 controlewerkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de controle is een grote partij landbouwchemicaliën als mede bestrijdingsmiddelen in een supermarkt in beslag genomen. De partij landbouwchemicaliën zijn bij een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg aangetroffen. In een bedrijfsvergunning voor het uitoefenen van het beroep winkelier, algemeen, zijn vergunningsvoorwaarden opgenomen waarbij het verboden is landbouwchemicaliën als medebestrijdingsmiddelen te verkopen. Er is hier sprake van een economisch delict en het ministerie van EZ heeft op basis van de wet economische delicten opgetreden. De winkelier is verder aangezegd om de supermarkt op orde te brengen omdat die onhygiënisch was en er in de loopgangen heel veel spullen op de vloer lagen. Er is overgegaan tot sluiting van deze supermarkt, totdat de ondernemer deze zaken in orde heeft gemaakt. Op 15 augustus heeft de Economische Controledienst de prijzen van schoolbenodigdheden gecontroleerd bij een winkel op pad van Wanica. Hier is de winkelier erop gewezen om beter zijn prijzen aan te duiden op de goederen op de schappen.